Een veel voorkomend probleem bij kiphouden is het hebben van kalkpoten. Ik ga je in deze video uitleggen wat kalkpoten zijn, hoe je het herkent en wat je tegen kunt doen. Kalkpoten ontstaan door kleine mijtjes, dat zijn kalkmijtjes. Die mijtjes die graven gangetjes in de poten en door die gangetjes graven gaat de huid een beetje bol staan. Nou, dan wordt je huid een beetje wit schilverig van kleur, wat ook goed te zien is bij deze kip. Meestal begint het op de hiel van de kip en ja, het trekt steeds verder richting de tenen van de kip. En in een langer stadium kan dat wel serieus problemen geven voor een kip. Hier heb je een foto van een kip die erge kalkpoten heeft. En dat gaat in een verder stadium ook echt zeer doen, dus je moet er wel actie mee ondernemen. Nou, dan het behandelen van kalkpoten. Nou, dat kan op heel veel verschillende manieren, maar de meest makkelijke manier is het hebben van een pot uienzalf. En wat handschoentjes voor de vette handjes en smeren maar. Waar je erg op moet letten bij het hebben van kalkpoten, is wanneer een kip een ringetje draagt, dat je het ringetje eraf knipt. Want doordat die mijt in die poot gangetjes gaat, wordt die poot erg dik. Daardoor kan het erg beknellend zijn voor de kip en dan kan de kip zelfs mank gaan lopen. Dus dat gaan we als eerst doen. Verder krijgen de kalkpoten weer goed en gaat de mijt dood door het smeren van uienzalf. Een dikke laag op de poten, waardoor die mijt die in de pootje zit stikt, als het ware. Nou, handschoentjes aan, dikke laag uienzalf en smeren maar. En het gaat erom dat die poot helemaal ingelaagd wordt met een dikke laag uienzalf. Want die mijt die in die poot zit, die moet als het ware stikken. Die moet geen zuurstof meer krijgen. Het helpt ook wel eens, zeker als kippen veel rondscharrelen, om het nog eens in te wikkelen met wat wc-papier. En dan weer te smeren, dan blijft het net wat beter zitten. Ja, smeren. Probeer dat iedere dag te doen. En als je dat iedere dag herhaalt, nou, dan kan je er zomaar met een week al vanaf zijn. Dus dat is fijn voor de kip. Nou, denk je misschien, makkelijk hebben die kip. Nou, die kip kan je heel makkelijk vangen wanneer de kip of 's ochtends wakker wordt of 's avonds op stok gaat zitten. Pak jezelf een stokje af, even in het handje nemen. Er staat ook een video online hoe je kip het makkelijk kunt vasthouden en hoe je dus de kip ook, net als ik, heel makkelijk kunt behandelen. Succes ermee!